Mindset. Ik hou niet van mijn lichaam, maar ik accepteer het. Ik hou niet van mijn lichaam, maar ik accepteer het. Stop met zoeken naar het onmogelijke en begin met het accepteren van je lichaam zoals het is. Je hebt niet de maten van een model? Wat maakt het uit? Je lichaam is perfect precies zoals het is. Ik heb niet het perfecte lichaam, maar mijn vrienden, familie en kennissen hebben dat ook niet. Zelfs de mensen die perfect lijken, hebben hun fouten. We leven in een maatschappij waarin alles dat we zien nep is. Op tv, sociale media, op het nieuws en we denken dat het echt is, maar het is allemaal kunstmatig. En wat vinden we op het internet? Advies en foto's die ons aanmoedigen om belachelijke schoonheidsnormen te volgen. Ze moedigen ons soms zelfs aan om belachelijke standaarden na te leven. Herinner je je nog dat je verteld werd dat je middel net zo breed mocht zijn als een A4 papier of dat je een munt moest kunnen leggen op je sleutelbeen? Het is geen grap. Veel mensen nemen dit soort uitdagingen serieus. Velen hiervan zijn tieners die later stoornissen zoals bulimia en anorexia ontwikkelen. Je bent niet perfect. En dan? Afstand nemen van schoonheidsnormen betekent dat je geen deel uitmaakt van een groep mensen die denken dat anderen niets hebben dat zij willen. We proberen te vermijden dat we door hen worden afgewezen en soms verliezen we onze ware zelf in het proces. Denk aan alles wat we opgeven alleen om in hun plaatje te passen. Kijk maar om je heen. Wie is er eigenlijk perfect? Grappig genoeg zie je die afbeelding die je in gedachten hebt niet vaak op straat lopen. Alleen in tijdschriften, foto's, advertenties en perfectie is echt onmogelijk. Als iemand een eetstoornis heeft, proberen ze erachter te komen wat ze zien. Maar wat ze in de spiegel zien, is helemaal anders. Uiteindelijk willen ze niet langer deel uitmaken van deze groep perfecte mensen en kiezen ze voor iets anders, individuen die dezelfde doelen delen. Ben je ooit op een forum of website geweest dat of die anorexia en bulimia aanmoedigt? Er zijn er veel en het is schokkend om te zien hoeveel aanhangers ze hebben. Hier zie je hoe mensen elkaar aanmoedigen om nog een dag langer niet te eten, om over te geven en niets in hun maag toe te laten, op weg naar een zekere dood. Lees dit, met de dag menselijker en gelukkiger. Ondertussen delen ze foto's van zichzelf en foto's van dunne beroemde mensen. Maar zijn ze gepotoshopt? Vandaag de dag is het vertrouwen dat een afbeelding niet is veranderd hetzelfde als denken dat je iedereen kan vertrouwen. Niets is wat het lijkt. Acceptatie brengt genezing. Je hoeft niet zoals de rest te zijn. In veel kringen wordt anders zijn gewaardeerd. Veel mensen zijn succesvol geworden door ideeën te volgen terwijl anderen dachten dat ze gek waren. Begrijp dat mensen niet ontworpen zijn om niet te eten. Als je een dierenliefhebber bent, wil je ze dan ondervoed zien? Hoe zit het met de kinderen die je op tv ziet, die van de honger omkomen? Denk je dat ze gelukkig zijn met hun lichaam? Ze zijn niet gezond en het is niet mooi om ongezond te zijn. Je lichaam is anders dan dat van haar en dat is geen slecht iets. Dat maakt het interessant. Iedereen is namelijk verschillend. Je wilt een slanke taille, maar je hebt dat soort lichaam niet.
Je wilt minder stevige heupen, maar je botten zullen niet slanker worden door niet te eten. Sommige dingen kun je nou eenmaal niet veranderen, hoe graag je het ook wil, en dat zal je moeten accepteren. Leer om je te richten op wat je echt gelukkig maakt en wat echt mooi is aan je lichaam. Je hebt je het misschien niet gerealiseerd, maar je maakt je zoveel zorgen over het hebben van een perfect lichaam, dat je niet meer doet wat je leuk vond. Als je niet zo verblind was door eten, was je gelukkiger. Dat ben je nu niet, omdat je obsessief bezig bent met het verkrijgen van het onmogelijke. Je slaagt erin om gewicht te verliezen, maar je hebt nog steeds botten en een lichaam dat niet lijkt op wat je wilde. Om uit deze vicieuze cirkel te komen, moet je het accepteren. Er zijn dingen die je wel leuk vindt aan je lichaam, maar in je haast om eruit te zien als anderen, ben je die vergeten. Vind je je lichaam niet leuk? Dat is oké, het is geen misdaad, maar het niet accepteren van je lichaam is dat wel. Hou van jezelf zoals je bent, zonder jezelf te vergelijken, zonder dat je wilt zijn wat je niet bent. Laat je lichaam niet zondebok zijn voor je angsten, frustraties en onzekerheden. Het is niet de schuld van je lichaam als je het niet accepteert zoals het is. Wij zijn allemaal perfect onvolmaakt.